Kunnen met Rick. Haha, superleuk! Oh man. Hey dames en heren, koeken en pieren! Welkom bij weer een nieuwe video. En met vandaag... IJsbrand! Hier is hij. Hallo Rick, het is ik, IJsbrand. Maar dat wist je waarschijnlijk al, want we kennen elkaar. Samen de... Zou je een mooie tekening kunnen maken van mij omringd met lava, waar ik Marit net voor heb gered? En ik heb superkrachten en we gaan trouwen en Marit zegt ja. Veel succes! Goed, dan zullen we dat maar proberen te tekenen. Wat is het toch een goede gast eigenlijk? Oké, wat ik hier aan het doen ben is... Ik ben de eerste schetsen aan het maken. Want ik kreeg laatst reacties dat ik nooit liet zien hoe ik uiteindelijk begon met die schetsen. Want meestal heb ik die schetsen dan al klaar. Maar hier heb ik hem nog even voor jullie om te laten zien hoe ik schets in Photoshop. Even kijken of de positie klopt. En je ziet dat ik niet één, maar twee personen aan het tekenen ben. Die linkse, die grote, dat wordt IJsbrand. Want hij moet gespierd en superkrachten hebben, bla bla bla. En die tweede persoon, dat kun je wel zien nu al, dat wordt Marit. Want daar gaat hij dus uiteindelijk mee trouwen in zijn gedachtes. Hij moet een beetje heldhaftig overkomen, want hij heeft dus Marit gered van de lava. Die ik nog niet heb getekend, maar ze staan in ieder geval op een rots. En mijn plan is om die rots vulkanen te tekenen. Met allemaal lava en magma en hoe je dat ook allemaal noemt. Het is in ieder geval heel warm. Maar het heeft natuurlijk al een flinke bruidssluier aan. Zo kun je zien dat ze gaan trouwen. Ik geef IJsbrand een Superman pakje met een mooie cape. Ook met blauw-rood gaat dat worden uiteindelijk. Zijn smerige blik met één wenkbrauwtje omhoog. Dat is echt iets waar je IJsbrand aan kunt herkennen. Dat hij echt aankijkt van... Yo. Oké. En dan gaan we alles nu mooi netjes inkleuren. Hier, ik ga nu beginnen met de rots. Dat doe ik iets anders dan tekenen. Ik baseer het op vormen die ik teken met de pen tool in Illustrator. Schaduw toevoegen, licht toevoegen, zo lijkt het echt een robuuste steen. Beetje hoekig, mag scherpe randjes hebben. Zo, en nu teken ik op de achtergrond de vulkanen, mooi symmetrisch. Dan moet uiteindelijk de lava uitgespuugd komen worden. Zo, ja, dat lijkt heel heftig nu, maar hier, kijk, ik teken wat details, zodat je ziet dat het echt een soort van vloeibaar iets is. Met wat spettertjes erbij. En ik wil op de voorgrond teken ik nu ook nog wat lava, dat er hoog spat, want anders kun je niet zien dat hij tussen lava staat. Verder de achtergrond vul ik in met een foto die ik iets bewerk, zodat het lijkt alsof ze echt op die plek zitten waar hij wil zijn. Ik pas de belichting een klein beetje aan, zodat alles nog een beetje feller wordt. De karakters worden donker, dan mask ik zeg maar lichter uit waar de belichting moet komen van de lava. Want lava gloeit, dat geeft licht, dat geeft warmte. En dat geeft ook wel meer een 3D effect. Steen en de algemene belichting nog een beetje aanpassen. Wauw, nou lijkt het echt alsof ze er staan, zeg. Ja, en hier, ik weet niet wat ik aan het doen was. Ik wilde eigenlijk, zeg maar,
beetje dat wobbly effect creëren van als iets heel warm is, dan zie je de lucht daarboven toch ook zo'n beetje... Ja, dat lukte mij niet, dus ik heb het maar niet gedaan. Zo, en dit is dus hoe je ijsbrand tekent naar wens van zichzelf. Wow, met... Rick, wow. Wacht even. Wat? Wat is dit nou weer? Je zit Marit te tekenen met ijsbrand. Kijk wat het is. Dit slaat nergens op. Ja, maar dan moest ik van hem. Ja, maar kom op, man. Dit is helemaal niet hoe hij eruit ziet. Teken hem even hoe hij er echt uitziet. Oké. Ik kan ook helemaal opnieuw beginnen. Maar goed, omdat jij het wil. Nou, ik begin weer met de schets. En ik heb hem iets dunner getekend dan net. Iets minder gespierd. En ja, dat is denk ik wel realistisch. Denk ik. Maar hij heeft gewoon zijn welbekende badjas aan. Het is geen ninja kimono toga. Het is gewoon zijn bekende badjas die hij ook in de film aan heeft. Met roze sokken. En dat was het. Zo, dan was dit toch echt ijsbrand. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. En laat in de reacties weten wat ik de volgende keer moet gaan tekenen. Ik kijk er nu al naar uit. Vergeet niet te abonneren en like deze video. En vergeet ook niet om op dat belletje te klikken, want dan blijf je op de hoogte van alle video's die we uploaden. Dat is super leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.